Gaat dit beeld op termijn verdwijnen? Als het aan minister Adema ligt, wel. Zijn voorstel is dat dam en edelherten vanaf volgend jaar niet meer in gevangenschap mogen worden gehouden. De Tweede Kamer moet zich hierover nog uitspreken, maar een meerderheid lijkt het voorstel te steunen. Dit zou betekenen dat ook de herten in de dierenparkjes in Meijerijstad op termijn het veld moeten ruimen. De Stichting Dier, Mens en Natuur Meijerijstad had dit voorstel niet zien aankomen. We waren eigenlijk best wel verrast door dit voorstel. Ook vanwege de inhoud zeg maar, van het voorstel in dit geval. Daar staan zaken in bijvoorbeeld dat herten niet kunnen wennen aan een omheining. Dat de bokken, dus de mannetjesherten, veel last hebben. Zeg maar. Althans dat de omgeving veel last heeft van de mannetjesherten. En dat ze wellicht niet van het juiste voedsel zouden genieten. In onze beleving is daar hier eigenlijk helemaal geen sprake van. En heel, heel kort toegelicht, de herten die hier rondlopen zijn ook hier geboren. Dus die zijn eigenlijk al vanaf geboorte af aan gewend aan de hekken die hier staan. En dat heeft eigenlijk nog nooit tot een probleem geleid. De bokken, dus de mannetjesherten, die zijn hier alleen tijdens de paartijd. En gelukkig hebben we vanuit de omgeving nog nooit klachten mogen ontvangen. En wanneer je kijkt naar het voedsel wat ze hier krijgen, dat is eigenlijk zo gespecificeerd dat een veearts iedere periode bij ons meekijkt om te kijken of we het wel goed doen. En gelukkig worden we ook op de vingers getikt mocht dat niet zo zijn. Dus wat dat betreft vinden we het wel vreemde redenen, noem ik het maar even, zeg maar, waarom dat dit voorstel nu in de Kamer ligt. Hebt u gehoord van de nieuwe regeling die op komst is van de hertjes in gevangenschap? Ja, zeker. 2 weken geleden. En wat vindt u ervan? Dan is het hertenkamp geen hertenkamp meer. Nou, die hertjes horen bij het aanzicht van het hert, van het kamp. Dat hoort gewoon in zo'n kamp thuis. Ik vind, die mogen ze niet wegdoen. Hertjes in het hertenkamp vind ik fantastisch. Van alle kanten blijven. Hertenpark De Beemt maakt deel uit van een groep van parken die door de Stichting Dier, Mens en Natuur Meijerijstad worden beheerd. In de Meijerijstad hebben we 6 parken. 3 daarvan houden ook herten. En in totaal denk ik dat we zo'n 15 herten hebben verdeeld over alle parken in de Meijerijstad. De minister stelt een uitsterfregeling voor. Dat betekent dat er geen nieuwe jonge herten meer bij mogen komen. Maar is er al nagedacht over een alternatief voor de hertjes? Het is wel zo dat die nieuwe wet en regelgeving dat komt voort uit een overzicht van dieren wat je mag behouden in een park. Daar lopen ook ezeltjes bij bijvoorbeeld en die hebben we hier nog niet. Dus dat zou op dat moment een serieuze optie kunnen zijn. Maar ja, nogmaals, zover zijn we nu nog niet. Wat zou jij ervan vinden als er geen hertjes meer zijn hier? Ik vind hertjes heel lief. Een hert kan tot 25 jaar oud worden. Dus dat heeft in ieder geval de bezoekers hebben nog even de gelegenheid om daarvan te kunnen genieten. Ja, dus het hertenkamp blijft voorlopig gewoon? Gelukkig wel, jazeker.